Vol ongeloof leggen mensen bloemen voor de deur van het restaurant. Vrienden, bekenden of mensen met herinneringen uit een ver verleden. Jenny is ooit begonnen als serveerstertje in het restaurant waar mijn man manager was. Daar hebben ze zelfs haar verloving nog gevierd. En ik was altijd zo trots op haar dat ze zo ver gekomen is. Het is echt een heel erg groot verlies in allerlei opzichten, in menselijk, maar ook culinair. Zij waren wereldklasse, echt wereldklasse. Ja. Ik sta hier gewoon echt emotioneel te trillen eigenlijk. Ja. Elke chef in Rotterdam, en dan heb ik het van Herman den Blijker tot François Geurts tot Erik van Loo en zo, die komen hier eten, die doen inspiratie op. Dus veel meer dan alleen maar een restaurant. Het was een ontmoetingsplaats. Naast het restaurant runde het echtpaar nog een zaak in het centrum van de stad. De Dim Daily. Dat ging vandaag gewoon open. In tegenstelling tot Asian Glories. Daar verzamelden familie en vrienden zich om te rouwen en zich te buigen over de toekomst. Ja, je gaat er naartoe omdat je denkt dat kan niet. Je gelooft ook niet. Je denkt nog steeds dat ze dadelijk binnenlopen. Het is onwerkelijk. Broer en zus zijn wij. Ja, ik zeg. Ook Herman den Blijker is aanwezig bij Asian Glories. Hij kende Jenny en Popo al tientallen jaren en heeft veel herinneringen aan het echtpaar. Je verliest ongelooflijk aardige, lieve mensen, heel horeca Rotterdam en koks. En ja, uit heel Nederland, die kwamen graag op hun vrije dag hier inspiratie op doen. Ik heb mijn huidige vrouw stiekem hier mee toegenomen. Mijn kind heeft zijn eerste reis gegeten. Ja, verlies. Kevin is de zoon van Jenny en Popo. Hij werkt als souschef in Asian Glories. Volgens den Blijker wil hij de zaak van zijn ouders voortzetten. En daarbij kan hij rekenen op steun. Waar het nodig is, iedereen die zal hem willen bijspringen, helpen. Op wat voor manier. Dus aan ons zal het niet liggen. En aan hemzelf zeker niet. Hij moet willen uiteindelijk. Zijn keus.